Sam en Zoe verliefd worden op elkaar. Of nou ja, Sam is eigenlijk al verliefd op Zoe, maar Zoe nog niet echt op Sam. En dit gaat ervoor zorgen van wel. En ik heb natuurlijk een kistje met een handleiding van de liefde. Want ik heb echt geen idee hoe liefde werkt, dus laten we dat gaan lezen. Handleiding liefdespotion. Als je deze potion drinkt, zal de persoon verliefd worden op de eerste persoon die ze aankijken. Na het drinken van deze potion. Belangrijk, koud bewaren na het maken. Oké, dit is dus heel erg simpel. Ik heb maar 2 liefdespotions nodig, maar als het misgaat heb ik 1 reserve. Dus zodra Zoe deze potion drinkt en Sam ook, moeten ze elkaar aankijken. En op dat moment zullen ze verliefd worden op elkaar. Alleen ik moet ze koud bewaren. Dat is natuurlijk in de koelkast. En, oh nee. Mijn koelkast heeft een probleem. Hij is niet koud genoeg. Hij werkt niet meer. We moeten de liefdespotions namelijk koud bewaren. En ik wil ze niet opnieuw maken, want het is heel erg lastig, kan ik je vertellen. Ik heb denk ik wel een ideetje. Wat nou als ik ze alle 3 bij Zoe ga bewaren? En op die manier kan ik ze dus bij haar in de koelkast leggen en kan ik zeggen dat het een soort van smoothie is of iets. Ik denk dat dat wel werkt. Laten we naar Zoe gaan. En wacht eens eventjes. Ik zie Sam en Zoe en Anna volgens mij al bij elkaar in het huisje. Dat is natuurlijk perfect. Dan kunnen ze verliefd worden op elkaar. Blap, blap, hallo. Zoe, ben je thuis? Hallo. Ik ben er, Dennis. Hoi, Zoe. Hoi. Wat een gezellige boel hier binnen bij jou. Ik had een vraagje. Ik zal even binnenkomen. Ik heb namelijk 3 smoothies gemaakt. Deze hier zo. En mijn koelkast is kapot. Niet een probleempje. Vind je het erg als ik het toevallig bij jou in de koelkast leg? Gewoon heel eventjes. Even kijken of er nog plek is, hoor. Oké, dat is helemaal goed. Oh ja hoor, er is genoeg plek. Zoe, zorg wel dat je ze niet drinkt, oké? Ze zijn heel erg scherp. Ik ga ze allemaal gewoon hier neerzetten. Oh, kijk, ik ga dit niet in, hoor, Sam en Anna. Ik ben echt super perfect. Goed in de meeste lasten. Ik moet jullie inhalen. Van dit spel meestal. Hebben we niet een extra controle dat ik ook mee mag doen? Ik zie er namelijk geen ene kist. Nee. Oké, maakt niet uit. Dan kijk ik wel. Wie staat de eerste? Want ik snap er niet zoveel van. Hoi Anna trouwens. Hoi Zoe. Hoi Sam. Hoi. Hoi. Wel wat dorst. Jullie ook? Ja. Ja, wel een beetje. Ik zou ook even wat drinken voor jullie pakken. Ja, dat is goed hoor. Dat is goed. Zal ik het even overnemen anders? Mijn blok. Oh ja, is goed hoor. Oké, laat ik dat doen. Oké, dan ga ik eens eventjes winnen. Ik kom hier tussenin zitten. Oké, dan gaan we. Kom op. En hoe werkt het spel? Sam, is het tijd om wat te drinken? Oké, ik stop de controle. Ik heb echt mega dorst ook van al het praten. Oké, voor jou eentje. Voor mij een lekkere smoothie. Daar had ik nou echt super veel zin in, Zoe. Oké, laten we het met z'n 3 innemen. Eens even kijken. Oh ja, we moeten natuurlijk wel praten. Ja. Eventjes, is dat niet de liefdespotion? Oh, drink ze. Nee. Oh, dat was lekker. Een goede milkshake. Zoe, wat heb je net uit de koelkast gepakt? Nee. Jullie hebben mij allemaal aangekeken. Sam. Dennis, je hebt echt mooie ogen. Oh, nee. Mooi pakje. Mooi pakje, mooie ogen. Dit is foutenboel. Ik moet naar mijn huis. Ik moet er snel vandoor. Doei. Nu al? Dennis, nee. Dit is foutenboel. Ze hebben een liefdespotion gedronken. Allemaal. Zoe, Sam en Anna. Ze keken mij als eerste aan. En je weet wat er in het boekje stond. Laten we snel naar huis gaan. Dit is foutenboel. In het boekje staat namelijk, als je deze potion drinkt, zal de persoon verliefd worden op de eerste persoon die ze aankijken na het drinken van de potion. En iedereen keek mijn kant op. Oh, nee. Er wordt aangeklopt. Ik moet het snel wegdoen. Hoi, Anna. Hoi, Sam. Hij is het echt. Hij is het echt. Ja. Dennis, mag ik misschien een high five? Mag ik ook een high five? Ja hoor, je mag wel een high five, Anna. Hier. Oh mijn god, hij heeft mijn hand aangeraakt. Mag ik ook een high five? Ik ga hem echt nooit meer wassen, Sam. Sam, je mag ook een high five hier, alsjeblieft. Ja, mijn hand ook nooit meer wassen. Mogen we misschien een foto? Een foto? Ja. Hoezo een foto? Waarom kijk je zo verliefd naar mij? Jij ook, Sam? Ik ben echt heel knap vandaag, Dennis. Ik ben knap vandaag? Ja. Ik vind het heel erg lief om zo, dat jullie zo over mij praten. Maar ik denk dat ik aan het werk moet. Doei, Sam. Nee, dit is foutenboel. Dit is echt foutenboel. Kijk hoe raar ze doen door de verliefdheidspotion. Oh, nee. Ik had dit ook een keer gedronken toen ik op date ging met Anna. Nou, het deed echt mega raar. Staan ze nou voor het raam te kijken? Hallo, wat zijn jullie aan het doen hier? Niks hoor. Oké, dit is heel erg apart. Sam, je hoeft niet zo naar de raam te spieken. Oké, dit is heel raar. Ik moet zo snel mogelijk weg. Ik moet naar Zoe. Volgens mij is Zoe de enige normale hier nog. Oké, laat ik het raam breken en via de achterkant gaan. Zoe, ik ben hier bij het raam. Hier, dit raam. Zoe, kan ik binnenkomen? Ja, kom maar binnen. Kom hier de voordeur.
Zoe is volgens mij nog de enige normale hier. Oké. Ik ben er, Zoe, ik ben er. Snel de deur op slot, op slot, op slot. Zoe, Sam en Anna zijn zo raar aan het doen. Oh, hoezo raar? Daar heb je echt weer mooie ogen. Wat? Wat zei je nou, Zoe? Mooie ogen. Hoe bedoel je? Nou, zoals ik het zeg. Oh, nee. Jij ook al? Hier, een bloemetje. Een bloemetje? Ja, hier nog één. Weet je wat? Neem ze allemaal maar. Zoe, je bent jezelf niet. Hoezo niet? Je bent op je hoofd gevallen, denk ik. Nee hoor. Ik ben wel voor jou gevallen. Voor mij gevallen? Zoe, ik weet niet echt wat dit is. Waarom blokkeer je de deur? Ik wil graag naar buiten. Dat mag hoor. Doei, Zoe. Doei. Dit is heel erg raar. Zoe, je hoeft me niet te volgen hoor. Zoe, waarom kom je met mij mee? Anna, Sam, wat doen jullie hier? Waarom volgen jullie me allemaal? Hey, ik hoef jullie bloemetjes niet hier. Hier, Zoe. Bloemetjes mag je halen. Zoe, heb je Dennis bloemetjes gegeven? Ja. Ja. Hoezo? Ik hou meer van Dennis. Nee, ik hou meer wat van is Dennis. Dit nou? Nee, ik hou meer van Dennis. Ze maken ruzie om mij uit en ik verliet tijd boos. Stop. Jullie houden blijkbaar allemaal. Of ik met je op date wil. Nee, hij wil met mij op date. Met jou op date? Nee, met mij. Met jou? Nee. Oké, stop. Weet je wat? Ik ga met jullie alle drie één voor één op date, oké? Maar verloop geen ruzie met elkaar te maken. Niet vechten, oké? Ine, Mine, Mutte, 10 pond. Oké, ik ga met jou als eerste, Anna. Die Amout houdt meer van mij. Nee. Stoppen. Een date als vrienden, oké? Wat wil je doen? Laten we zwemmen. Zwemmen. Picknicken. En picknicken, oké. Wat wil je als eerste doen? Laten we eerst picknicken. Oké, laten we dat gaan doen. Kijk, Dennis, ik heb een picknick voorbereid. Wow, Anna, je hebt wel mega goed je best gedaan. Maar gewoon als vrienden, hè? Niks meer, niks minder. Ja. Alleen wel jammer dat het matje niet geel is. En wel rood. Ik bedoel, rood is niet echt mijn lievelingskleur. Maar maakt niet uit. Weet je wat wel je lievelingskleur is? Wat is... Dit bloemetje. Ja, oké. Ik heb al 7 bloemetjes gekregen inmiddels. Speciaal voor jou. Ja, dat is ook wat Zoe zei. Dank je. Ik hou hem wel. Wil je wat eten? Hier, die daar. Ja, lekker. Ik lus al wat te eten. Ik heb een hamburger. Weet je waar deze hamburger vandaan komt? Nee, waar komt die vandaan? Van de McDonald's. Oh, ik hou van McDonald's. Als jij een burger van de McDonald's zou zijn, dan zou je echt een McCutie zijn. Een McCutie. Oké, Anna, laten we gewoon wat gaan eten en... Ja. Ik heb toch helemaal geen zin in hier in deze date. Ik vind helemaal niemand leuk hier überhaupt. Ik wil geen relatie of verkering. Oké. Wil je wat drinken? Ja hoor, doe maar wat drinken. Ik heb niet zo heel veel trek namelijk. Dank je, Anna. Oh, ik hou wel van een smoothie. Deze hamburger is ook wel lekker hoor. Wow, het water is hier mega diep. Zo. Kijk, perfect. Dus, vertel eens wat over jezelf. Ik wil niet over mezelf praten. Ik wil over jou praten. Over mij? Zo over mij? Nou, gewoon. Je ziet er zo knap uit. Ik wil gewoon weten wat je allemaal doet in het dagelijks leven. Is de picknick al voorbij? Anders kunnen we beter... Wat wil je nog meer gaan doen? Gaan we zwemmen of zo? Heb je een mooie zwembroek? Laat eens zien. Anna, laten we maar gewoon gaan zwemmen. Oké, ik zie je op het strand, oké? Oké. Tot zo. Ik ga nooit meer liefdespoosjes maken. En dit is pas de eerste date. En ik moet nog met haar zwemmen. En ik kan helemaal niet zo goed zwemmen. Nou ja, weet je wat we doen? We gaan zwemmen en ik zwem gewoon weg. Hé, Anna, je bent er eindelijk. Je bent er al heel lang, of niet? Ik moest hier een half uur op je wachten. Waarom duurde het zo lang? Ja, sorry. Ik moest nog even me insmeren. Mijn mooiste bikini aandoen. Oké, laten we maar gewoon gaan zwemmen. Doe jij als eerst een bommetje? Weet je wat? Ik weet niet. Zullen we doen wie het verste kan duiken? Oké, dat is goed. Jij als eerst. Wow. Het is mijn moment om te gaan. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Laten we doorgaan naar de volgende date. Ik denk dat die gaat zijn met Zoe. Klop, klop, hallo, Zoe. Ik denk dat je wel weet waar het tijd voor is. Ja, zeker weten. We hebben een date, Zoe. Ja, gezellig, hè? Ja, zo gezellig. Ik heb er zo veel zin in, Zoe. Ja, ik ook. Om met mijn vrienden op date te gaan. Oké, waar wil jij heen? Wat heb je op de planning staan? Nou, je weet toch nog wel dat restaurantje, toch? Wil je naar het restaurantje? Ja, lekker eten. Kom mee. Oké, laten we daarheen gaan. Nou, we zijn er, hoor. Kom maar mee. Ik zie het. Ik ben hier al vaker geweest. Het is wel een leuk restaurantje, Zoe. Ja, hè? Waar wil je zitten? Kies jij maar. Mij maakt het niet zoveel uit. Oké, hier zo. Dus, Zoe. Ik ga even de kaarsjes aansteken, hoor. Dus kaarsjes aan. Wat doe
niet hoor, echt zo nodig. Zo, laat ze toch maar uit. Dat niet, dat is toch leuk? Hoezo is dat leuk? Ik weet het niet helemaal. Ik vind het raar, oké, om op een date te gaan met mijn vrienden. Eerst met Anna, nu met jou en ik moet nog met Sam op date. Bellen. Waarom maakten jullie ook allemaal ruzie om mij? Nou, we wilden allemaal met jou op date. Ik had jullie nooit een liefdespoosje moeten geven. En wat geven? Niks hoor, Zoe. Ik wou gewoon dat je verliefd werd op Sam, oké? En niet op mij. Sam? Ja, op Sam. Jij bent veel leuker dan Sam. Zoe, je hoeft niet zo dichtbij te komen. Ga maar gewoon weer zitten. Oké. Wil je wat te eten? Doe maar een appel of zo. Nee, weet je wat? Doe maar gewoon alleen wat drinken. Een milkshake of iets. Oké. Werkt ze hier ook nog eens? Wat is dit toch allemaal? Deze dates zijn zo raar. Ik raad je ook zeker aan. Ga nooit op een date met je vrienden. Ik had denk ik ook nooit een liefdespoosje moeten maken. Het duurt een beetje lang, Zoe. Ja, ik kom eraan hoor. Kijk, hier, alsjeblieft. Oh, een fruitsmoothie. Ik wou eigenlijk een milkshake, maar oké, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, volgens mij is er echt iets mis met mijn ogen. Ik kan ze maar niet van je afhouden. Waarom kom je steeds een stukje dichterbij, Zoe? Je ruikt best wel lekker. Ruik je nou aan me? Nee. Zoe, ik denk dat ik moet gaan. Hoezo? Het was net zo gezellig. Die kaars ook op de achtergrond. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje raar, Zoe. Je bent hartstikke aardig. We zijn mega goede vrienden natuurlijk. Ik denk dat je maar een nachtje moet slapen. En hopelijk ben je dan weer beter. Ik ga naar Sam toe, denk ik. Want ik wil niet dat jullie gaan vechten met elkaar. Doei, Zoe. Dit is zo apart. Wat zei ze nou? Ze kan haar ogen niet van me afhouden. Wat is dat nou weer voor raar iets? Oké, laten we zo snel mogelijk naar Sam gaan. Ik wil dat deze dag voorbij is. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Klop, klop. Sam, hallo. Hi, Dan. Hey, Sam. Hoe is het met jou? Supergoed. Hoe is het met jou, met je mooie pakje? Oh, nee. Niet jij ook al, natuurlijk. Ja, het gaat goed met mij, Sam. Wat wil je doen voor ons te eten? Nou, ik heb ten eerste een supermooi bloemetje voor jou. Oh, een weer. En je lievelingsappel. Een lievelingsappel. En dat staat zo goed bij je mooie pakje en je ogen. Sam, je weet dat we mega goede vrienden zijn, toch? Ja. Dit is toch wel een beetje raar. Nee, dat vind ik niet. Oké, wat wil je gaan doen vandaag? Vissen. Je wil met mij gaan vissen? Waarom wil je met mij gaan vissen? Nou, volgens mij heb ik je aan de haak geslagen. Sam, volgens mij krijg ik een berichtje. Ik moet naar huis. Sorry, mijn moeder roept me. Ik moet zo snel mogelijk gaan. Oké. Een andere keer, ja. Weet je wat, dat appeltje en dat bloemetje? Bewaar die maar voor me. Dat vind ik hartstikke leuk als je dat voor mij zou bewaren. Doei, Sam. Is goed. Doei. Wat maak ik allemaal mee hier? Aan de haak geslagen. Ik ga naar huis. Ik ben helemaal klaar mee. Ik ga naar bed. En ik hoop dat de dagen heel snel voorbij zijn. En dat de poosje zo snel mogelijk uitwerkt. Dit is echt de raarste dag van mijn leven. Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hebt genoten.